reden dat wij met veel partijen samenwerken. Dat is een bewuste keus geweest. Wij hebben een grote organisatie. We hebben gekozen voor 2 schoonmaakbedrijven. Dat is natuurlijk ook een gezond spanningsveld, een stukje concurrent-collega. Een onafhankelijke, een intermediair die ons ondersteunt in de processen. En wij als opdrachtgever. De kernpunten waarom deze samenwerking zo goed werkt, is omdat wij open en transparant met elkaar in gesprek zijn gegaan. Nou, ik denk wat uniek is, is dat er 4 partijen in dit hele traject in staat zijn geweest om hun eigen belang even aan de kant te zetten. Om ervoor te zorgen dat de gebouwen van de Vrije Universiteit uiteindelijk er schoon bij staan. En dat zie je niet zo vaak. En zeker ook nog 2 schoonmaakbedrijven. Nou, dan de intermediair nog mee en de opdrachtgever. Ja, dat is echt uniek. Nou ja, we hebben in de aanbesteding schoonmaakbedrijven uitgedaagd. En daar is Sacito vulde dat het beste aan voor de universiteit. En die past gewoon bij de universiteit. We gaan voor kwaliteit, mensen staan centraal. En we wilden het vooral, zoals wij het schoonmaakbedrijf uitdagen, willen we ook weer dat de medewerkers worden uitgedaagd. Dan moet je een aantal randvoorwaarden geven, je moet ze opleiden, je moet ze aandacht geven. Dan zie je gewoon dat mensen groeien in hun vakgebied. In dat aanbestedingstraject heeft de klant ervoor gekozen om de mogelijkheden te creëren om mensen alsmaar te laten groeien. Nou, dat hebben wij goed begrepen. Dat verbindende element is dat je je medewerkers de kans geeft om te groeien. We hebben ook vanaf het begin af aan uitgedragen wat dan de klant wil. De klant wil nummer 1 universiteit in Europa worden. Dat weten al onze mensen en voelen zich daar ook bij betrokken. En dat geeft, ja, dat geeft een schwung, hè, dat geeft enthousiasme. De Zeilen heeft in het aanbestedingsdocument al genoemd dat zij graag iets wilden doen in het kader van cliëntparticipatie. Gedurende het contract zijn we met elkaar in gesprek geraakt over hoe kunnen we daar nu invulling aan geven. En ze zijn gekomen tot deze oplossing. Enerzijds die zorgt dat er dagbesteding is voor cliënten. Anderzijds voor onze eigen medewerkers die de mogelijkheid krijgen om cliënten te begeleiden en, met de doelgroep waar ze heel graag mee samenwerken. En anderzijds de kwaliteit een boost te geven. Als je kijkt wat Alex en de collega's neerzetten voor ons, is dat hetgeen waar het om gaat. Dat zijn de mooie dingen die wij in ons vak meemaken. Mensen laten groeien in de kennis en kunde die ze hebben. En die kunde is voor iemand op dit niveau en voor de ander op dat niveau. Maar juist weer iedere keer een stukje bijbrengen en een stukje verder ontwikkelen. Nou, dat zien we met deze groep gebeuren. En dat is mooi om dat uiteindelijk te mogen begeleiden. Wat wij willen doen is een vragenlijst leveren, waardoor je laaggeletterde medewerkers, als ware het een medewerkerstevredenheidsonderzoek, invloed kunt geven op hoe zij hun werk ervaren, hoe zij hun kans op succes ervaren. En hoe zij klantgerichtheid vorm kunnen geven. Nou, die vragenlijst die hebben we gemaakt, die hebben we ontwikkeld. En daarmee kunnen we zorgen dat heel veel laaggeletterde werknemers in de schoonmaak daadwerkelijk die stem krijgen. We zijn aan het begin van het proces en het is natuurlijk heel lastig om hoe dat verder gaat ontwikkelen. Maar de eerste reacties zijn gewoon heel erg positief. Je kunt het vergelijken met andere organisaties, met andere sectoren en zelfs met de Nederlandse beroepsbevolking. Zo kun je jezelf vergelijken ten opzichte van de buitenwereld. Dan kun je ook zien waar je verbeterpotentieel zit. Wij hebben niet gewoon de melding gemaakt van partners, heel veel succes. We gaan over naar regie, we willen nu graag een prestatiegericht contract. En heel veel succes ermee. Nee, we zijn met elkaar aan tafel gegaan en hebben... iedereen heeft zijn eigen belang weg moeten schrijven om een succesvol resultaat te boeken. We willen een partner, we willen niet gewoon maar een schoonmaakbedrijf. We willen samen optrekken
En we hebben hetzelfde doel voor ogen. We willen gewoon schone gebouwen. CSG is als intermediair betrokken geweest bij het traject. Wij zorgen ervoor dat de belangen van de verschillende partijen behartigd worden. Maar ja, ondertussen bekijken we ook of het in de geest is van de code. En we proberen met onze rol te adviseren en onze bijdrage op die manier te leveren. Iedereen streeft zijn belangen na. En dat is natuurlijk ontzettend sterk als je je belang op tafel durft te leggen en niet te delen met je partners. Om uiteindelijk te komen tot goede oplossingen en een werkbaar plan. Vloerenboek is ook in computer, maar voor mijn werk, ik zelf gedaan, deze boek. Nou, Bogdan heeft voor zichzelf dus zijn naslagwerk in de vorm van het boekje. Maar daarnaast vindt de centrale registratie plaats welke handelingen we hebben verricht in welke ruimtes. Dat is ook weer het document wat naar CSG gaat voor de kwaliteitscontroles. Zodat zij kunnen zien, hè, zijn er vloeren of specifieke afwijkingen waar we rekening mee moeten houden. Dus op die manier hebben we ook de cirkel van hè, plan, do, act, check weer helemaal rondgemaakt. En dat is misschien ook wel uniek. De methodiek houdt in dat in plaats van te controleren wat er in de week ervoor is gedaan, controleer je de kwaliteit van de vloer op ieder willekeurig moment. En dat betekent dat je niet kijkt of werkzaamheden zijn uitgevoerd, maar of een vloer aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. 6 betekent dat in deze vloer is meer dan 5% krassen. Punt 7 betekent dat is meer dan 5% kale en of doffe plekken. De schoonmaakmedewerker die heeft echt de verantwoordelijkheid om te zorgen dat het kwaliteitsniveau constant is. En er is ook gekeken welke input krijgen we van de werkvloer af om de mensen verder te brengen met coaching on the job. En zorgen dat de mensen die tools meekrijgen om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Wat natuurlijk ontzettend belangrijk is geweest dat de meetmethodiek die we hebben ontwikkeld, dat die ook toepasbaar is in de praktijk. En ook goed bij de mensen in beeld staat. En wat vraagt dat van hen in de praktijk om te komen tot een goede kwaliteit. En ik denk dat we daarmee ook goed hebben geluisterd naar onze medewerkers. En optimaal hebben weten te bedienen in hun opleidingsbehoeften. Om ze uiteindelijk nog beter te maken in hun werk. En uiteindelijk te kunnen spreken als specialist. Een voorbeeld van een best practice is dat we in de aanbesteding geselecteerd hebben op kwaliteit. We hebben de schoonmaakbedrijven gevraagd van zeg ons maar hoe je een paardenstal moet schoonmaken. En dat heeft Assito opgepakt door te werken met middendruk, goede middelen en materialen. En dat is dus beter voor mensen en ook voor milieu. En dat was echt een groot verschil met hoe het vroeger ging. Vroeger ging men met hoge druk aan de slag, veel water, hoge belasting. En dan merk je echt dat als je bedrijven uitdaagt, dat daar iets moois uitkomt. I have a dream is een hele bekende uitspraak. Wat zo'n droom is, daar zijn we nog niet helemaal, maar waar we heel erg hard aan werken, is dat onze medewerkers de kennisdrager zijn van het schoonmaakproduct. We moeten naar minder leiding gaan geven, maar meer verantwoordelijkheid gaan geven. Dat betekent dat je mensen gewoon moet opleiden, coachen, begeleiden, zodat ze echt zelf weten wat belangrijk is. Dat de klant voedt ons daarin, wij voeden onze medewerkers erin. En medewerkers lopen als kennisdrager door het gebouw, wordt bevraagd van help mij van hoe gaan we dit doen. Wat bijvoorbeeld hier gebeurt is dat we door metingen erachter zijn gekomen dat eigenlijk afwerkmaterialen die de klant jarenlang al inkocht, niet geschikt waren. Nou, dat komt vanuit de werkvloer. Daardoor is het inkoopbeleid veranderd en daardoor is het product van de klant verbeterd. Er zijn twee medewerkers van ons. Die hebben we vrijgespeeld om als begeleider voor het specialistische team te functioneren. Er zijn 3 cliënten vanuit de zijde en die begeleiden zij om vloerenwerkzaamheden en glaswaswerkzaamheden uit te voeren. Natuurlijk is het zo dat wij vanuit de schoonmaak heel erg resultaatgericht zijn. Hè, want we moeten een bepaald resultaat bewerkstelligen. Maar op het moment als je kijkt in deze combinatie, hè, door inderdaad middels cliëntparticipatie invulling te geven aan bepaalde schoonmaakfacetten zoals vloeronderhoud en glasbewassing. Ik doe de vloeren. En je doet nog andere dingen dan vloeren, hè? Ook nog glazen was. Dan is de prestatie uiteindelijk wel leidend, maar het tempo niet. Waardoor je dus bijdraagt aan zinvolle dagbesteding, hetzij een erkende werkplek. En waarbij je dan ook nog de kwaliteit kunt leveren, omdat je de ruimte kunt bieden om dat goed te kunnen begeleiden. Veel begeleiding ook die zegt van, jullie nemen toch een stuk van ons over. Of in ieder geval over.
ja, wij verzorgen de dagbesteding en het gaat goed. Wij geven juist onze medewerkers allemaal de mogelijkheid om opleidingen te volgen. Want kennis is macht en kennis is een basis om ook dat weer door te kunnen geven. Als je kijkt naar onze verantwoordelijken die leiding geven aan onder andere Alex. Die hebben allemaal de opleiding in vloeronderhoud gehad. En kunnen dat dus, omdat ze ook die kennis hebben, het weer doorgeven. Het weer leren aan jou, hè? Ja. GOM is natuurlijk wel een hele grote partij. En Eckhart is eigenlijk een veel kleinere organisatie. En juist die combinatie heeft het wel goed gedaan. Door zo'n grote partij te combineren met een kleine, voor ons zat er heel veel focus op het project. Terwijl GOM een hele grote organisatie is en dus ook heel veel test- en technische mogelijkheden heeft om dingen uit te proberen. Nou, die combinatie heeft uiteindelijk heel goed gewerkt, waardoor we een kant-en-klaar product hebben kunnen ontwikkelen. Dit is pas het begin. We zijn nu gestart met die vragenlijst op een A2 niveau te krijgen. Maar we zijn binnen GOM zijn we al gestart met taalcoaches om dus de mensen in de buurthuizen te ondersteunen bij taal. Dus de MMO zo die we nu ontwikkeld hebben is pas het begin en ja, dat zullen we zeker verder uit gaan werken. We verzamelen de antwoorden en op zich de antwoorden op de vragen is al heel waardevolle informatie voor een organisatie. Wat nog veel waardevoller is, is het analyseren van de patronen die in de antwoorden zitten. Bijvoorbeeld als blijkt dat mensen zeggen van nou, ik word wel makkelijk ziek van mijn werk, maar ergens anders geven ze ook aan dat ze eigenlijk slecht opgeleid zijn en niet zo goed weten wat ze moeten doen, dan is dat een heel belangrijk signaal dat je via beter opleiden bijvoorbeeld je ziekteverzuim kunt reduceren. Nou, dat is een eenvoudig voorbeeld, maar zo zitten er ook heel ingewikkelde patronen onder die antwoorden die door ons geanalyseerd worden. Daarnaast kun je de antwoorden ook benchmarken, dus de resultaten van je eigen organisatie kun je uiteindelijk vergelijken met een branche of met soortgelijke groepen in Nederland. Ik vind het een hele belangrijke code. Ik denk dat het heel goed is om een maatstaf te hebben waar iedereen zich naar kan richten en waar je van jaar tot jaar stappen de goede kant mee op kunt zetten. Dat de mensen nu, zeg maar met die uitvoering van de code, dat hun hebben meer zelf, hun zijn meer zekerheid. Hun hebben meer zekerheid. En dat zie je ook, dat die mensen komen ook met plezier. Oké, wij werken en wij worden ook voorbetaald. De code stelt je wel in staat om elkaar aan te spreken. Dus het is een soort bijbel die je kan meenemen en zeggen van joh, laten we nou eens eventjes met elkaar gaan communiceren op een andere wijze dan dat we nu doen. En die code gebruiken als een soort kompas in dat gesprek. En we hebben ons constant afgevraagd van wat betekent dit nu eigenlijk voor de medewerker op de vloer. En dat vind ik wel heel erg belangrijk. Destijds was het echt een schoonmaak, een vechtersmarkt, waar je steeds meer de prijzen naar beneden zag gaan. En ook voor ons als klant is dat dan moeilijk, van waar ga ik voor? Hè? Een goedkope prijs. En we hebben gezegd van nee, we willen voor kwaliteit. En ben ik blij dat daar ook in de markt een verandering is en dat de code daaraan bijdraagt. Want dat geeft de mogelijkheid om naar voren te kijken en medewerkers voldoende mogelijkheden te geven om kennisdrager van schoonmaakproducten te worden. En dat ze al trots en bevlogen door het pand heen lopen. Acito is begonnen met de uitvoering van de code met de universiteit. Omdat hun hebben echt heel veel respect voor de mensen. En hun willen ook dat die mensen hun boterham echt met echt roomboter eten. En daarom waren ze voor. Wat de echte innovatie is, dat wij, en daar heeft die code erg veel aan bijgedragen, anders met onze medewerkers omgaan. Wat je ziet natuurlijk is dat in deze economische tijden worden er heel veel belangen uit het oog verloren. Belangen voor de medewerkers, belangen voor de opdrachtgever, belangen voor de opdrachtnemer. En ik denk dat die code een goede balans geeft in de hele schoonmaakbranche. En iedereen ook weer bewust maakt van de verantwoordelijkheden die ze hebben. En die rol nemen opdrachtgevers ook steeds vaker serieus. En wij als schoonmaakbedrijven moeten ook daar ons deel in spelen. En dat helpt uiteindelijk om op een andere manier met elkaar te communiceren. We hebben het eigenlijk, als we het over de code hebben, over respect. Respect betekent dat je kijkt naar de mogelijkheden die mensen hebben. En in die mogelijkheden daar mensen hun waarde laten. Wij willen graag een voorbeeld zijn voor anderen, niet alleen voor de schoonmaakbranche, maar
iedere branche die met medewerkers te maken heeft, waar het mensenbusiness is. Omdat we wat we hebben geleerd, in gedeelte bewust en gedeelte onbewust te doen, dat je ziet dat mensen groeien en dat mensen trots en betrokken zijn, dat gun je toch iedereen? We hebben meer met de klanten. Vroeger was het niet. Dat was daar die schoonmaak en daar zijn de klanten. Nu niet, nu het is één. Als je je als bedrijf zelf serieus neemt, ja, dan moet je de branche waarin je beweegt koesteren en daarvoor zorgen. We hebben en gewoon echte arbeidsplekken en met gedegen begeleiding en het is geen bezuiniging en we hebben kwaliteitsverhoging. Waarbij we ook nog vanuit maatschappelijk belang handelen. Dus ja, hoe graag zou ik anderen dat ook niet toegunnen? Dus ik zou zeggen, ja, laten we daar inderdaad iets mee gaan doen, gaan uitdragen. Wij willen graag een voorbeeld zijn voor andere bedrijven om de drempel weg te nemen voor de medewerkers. Voor de laaggeletterde medewerkers. Zodat zij ook hun stem kunnen laten gelden om betere werkomstandigheden te creëren waar ze ook werken. En dan beginnen we natuurlijk bij GOM, omdat we merken dat daar enorm veel allochtonen werken. En dat is natuurlijk in heel de schoonmaakbranche. Maar er zijn natuurlijk binnen andere bedrijven ook nog heel veel laaggeletterden die dus profijt van kunnen krijgen om dus hun stem te laten horen. Vanaf het begin tot nu toe, ik heb heel veel respect gekregen. Voor mijn leidinggevende, hoe heb ik gemerkt? Voor mijn leidinggevende leer ik altijd om durven hoe die mensen uitleggen, hoe die mensen vragen stellen. Dat vind ik heel erg belangrijk. En denk ik dat deze methode ook is beter voor mij. Omdat eerder, ik moet alles ruimte zo en zo spreiden. Op die moment, ik mag meer tijd ben bezet bij ruimte waar is meer nodig werk. En bepaalde ruimte zijn bijvoorbeeld dat nodig minder werk. Dus denk ik dat dit is ook beter voor onderhouden vloeren, voor kwaliteit. En natuurlijk ook, ik denk dat ik niet minder werk heb, maar ik ben blij dat mijn werk lang blijven, resultaat mijn werk lang blijven goed. Ik denk dat het kenmerkend is dat we een wat kleinere organisatie zijn dan een hele hoop andere branchegenoten. En dat ons dat in staat stelt om op een wat persoonlijke vlak met elkaar om te gaan. Die lijnen zijn wat korter. En dat maakt ons wel anders dan anderen. Nou, ik denk dat er meer gelijkwaardigheid is gekomen. We organiseren nu ook met opdrachtgevers dat we de medewerker van het jaar voor een bepaald pand kiezen. We vragen al onze opdrachtgevers om de beste medewerker te nomineren. Dus we proberen de schoonmaakmedewerkers steeds zichtbaarder te maken. We krijgen waardering. Als wij ergens schoonmaken, als wij ergens zeg maar schoonmaak klaar, komen ze bij ons, zeggen ze bedankt voor jullie werk. En bedankt voor de schoonmaak. Ja, ik voel me gewoon prettig en ik mag ook graag dit soort mensen toch meer bijbrengen dan dat ze na zeggen kunnen. Want vaak hebben ze toch wel een verborgen talent. Leuke begeleiders, leuke collega's. Leuke directeur, kom op. Leuke directeur. Of de rayonleider. Hoe heet ze ook weer? Gabriella. Gabriella, ja. Ook een kanjer, hè? Ja. Ja, zeker weten. Lange termijn doel is om te kijken hoe we de uitkomsten kunnen verwerken in ons beleid. En de stem van de medewerkers is natuurlijk heel erg belangrijk. En doordat de drempel weg is genomen voor de medewerkers, zullen ze ook meer bijdrage gaan leveren aan het beleid. En daar zullen we zeker verder op inspelen. Het onderhoud is dus echt de diepstrip en dergelijke. Dat zou minder vaak nodig moeten zijn als de tussentijdse beurten gewoon op tijd worden uitgevoerd. Daarnaast is het personeel veel meer betrokken. Wat uiteindelijk ook wel waarschijnlijk heeft geresulteerd in een lagere ziekteverzuim bij de medewerkers.
Nou, het mooie van die opleiding is ook dat onze medewerkers bevloeren en Bok dan in het bijzonder zelf een systeem ontwikkelen om te borgen dat de werkzaamheden die ze uitgevoerd hebben ook vastgelegd zijn richting hun leiding. En wat hun dus in staat stelde ook om op lange termijn terug te zien van joh, welke behandelingen hebben die vloeren nou gehad en wat is het effect geweest gedurende het jaar. En dat is wel mooi om te zien dat opleiden dan ook leidt tot ontwikkeling van mensen. Daar zijn we heel blij mee. En als je nu een volgende stap kan maken en daar dus ook de cliënten in betrekt, zoals we dat nu doen met Alex en André en Linda, dan maak je weer een volgende stap waarin wij onze mensen weer een stap kunnen geven om te leren een leiding te geven. Dus, want het mooie van dit unieke project is dat het niet meer kost voor de opdrachtgever, maar het wordt anders besteed. Dat geld stoppen wij in leidinguren en dat geld wat we besparen, daar gaan de mensen mee aan de slag. En zij leren ook weer. Dus zoals al de collega's al hebben gezegd, win, win, win. Dus... win. Verdienen de Best Practice Award omdat wij een unieke samenwerking hebben met onze partners. Dat wij een meetsysteem gezamenlijk hebben ontwikkeld dat nieuw is op de markt. Maar ook omdat wij de verantwoording neerleggen bij de medewerkers op de vloer. Die over de vakkennis beschikken en zelf de werkzaamheden goed kunnen indelen. Wij moeten winnen omdat we met het MMO heel goed aansluiten op de zelfverklaring van 2014, waarin staat dat we jaarlijks in gesprek gaan met de medewerkers. Nou, met het MMO gaan we niet jaarlijks in gesprek met de medewerkers, maar we gaan iedere loonperiode of iedere 4 weken in gesprek met de medewerkers om vragen vanuit het MMO te stellen. Als iemand heeft dieren, zijn ze blij. Daarmee, dieren zijn ook blij. Als dieren voelt rust, wij zijn ook rust. Daarvoor wil ik Assito winnen. Twee schoonmaakbedrijven. Nou, een intermediair daar nog bij betrekken die zich ook kwetsbaar moet stellen. En zelfs de opdrachtgever die dat uiteindelijk initieert. Ja, dat is heel uniek en daar zijn we heel blij mee. Ja, het is gewoon de beste keuze. Ja, nee, goed, we zijn hier de beste. We zijn gewoon het team en daar is gewoon zo ontzettend hard gewoon aan. Dat is er gewerkt hè, om ja, samen gewoon op en op je gelijke niveau te komen. En ik denk dat dit hier inderdaad gewoon een heel mooi voorbeeld van is. Want als wij winnen, dan is de kans het grootst dat zoveel mogelijk mensen daadwerkelijk van die vragenlijst gebruik maken. En zoveel mogelijk organisaties daar uiteindelijk een veel betere plaats om te werken van worden. Door samen te werken en hetzelfde doel voor ogen te hebben, en dat is uiteindelijk een goede dagbesteding voor cliënten. Nou, denk ik dat we iets prachtigs hebben bereikt. En nou ja, mede dankzij jullie allemaal natuurlijk. Ik ben ontzettend tevreden over de trajecten wat we hebben doorlopen met elkaar. De problemen hebben getackeld, nieuwe inzichten hebben gekregen en uiteindelijk iets hebben gecreëerd wat met name op de werkvloer goed tot uiting komt. Op de werkvloer ook is omarmd. En handen voeten heeft gekregen en waar we met z'n allen aan de wieg hebben gestaan. En daar ben ik ontzettend trots op. Ik zie dat anderen niet doen, dus daarom zijn wij de beste. Ik heb de kansen gekregen, binnen 1 jaar, ik heb heel veel kansen gekregen. Ik heb zelfvertrouwen gekregen, die had ik niet eerder gehad met een ander bedrijf. Mijn collega's ook, precies hetzelfde. Assito is bereid, hen hebben ja, taalkursus.
Ik doe ook nu ook een taalkursus, omdat ik mijn Nederlands mag verbeteren. Ik heb de kans gekregen om hoger te worden, ook in functie, mijn functie. Mijn collega's precies hetzelfde. Iedereen heeft taalkursus gehad bij ons. Dat is binnen 1 maand was geregeld. Opleiding binnen 3 maanden was echt geregeld. Iedereen ging een opleiding, specialistisch werk en alles. Nou, dat, ja, wat willen wij nog meer? Oké. En toen was het stil. Mijn vrouw die doet primair de tuin en die kookt altijd het eten. En dat betekent dat ik de keuken vooral schoonmaak. En om de een of andere reden doe ik ook de was. Bij ons thuis maken wij samen schoon, mijn partner en ik. En daar is een hele duidelijke verdeling, omdat wij alle 2 fulltime werken. En daar zit wel een beetje een verhaal bij. Ik heb ontdekt dat als we vaak genoeg wassen, is de neiging om nieuwe kleren te kopen wat kleiner. Dus ik zorg gewoon dat de klerenkasten vol blijven, zeg maar. Ik weet wel wie er de boel vuil maakt. En dat zijn onze 3 kinderen. En we rennen erachteraan met z'n tweeën. Ik heb het jarenlang stond ik iedere zaterdagochtend onder de douche te poetsen. Dat doe ik nou niet meer. Daar hebben wij nu iemand voor gevonden. Nou, ik ben alleen, dus ja. Ook thuis heb ik het uitbesteed. Bij jou, je vrouw, neem ik aan. Ja, maar dat controleer ik wel. Mijn vrouw die maakt schoon, maar ja, ik moet toch eerlijk zeggen dat ik het meeste in huis doe. Ja, daar hebben we gewoon een vaste verdeling in. Hij rost met het stofzuigen door het huis en ik doe het sanitair. En zo houden we de boel een beetje in orde. Ik kook, ik doe de keuken, ik stofzuig en mijn vrouw doet de was. Nou, ik maak thuis schoon. Mijn vriendin helpt ook wat mee, maar ik verhoog de productie wat, zeg maar. Ik werk bij een schoonmakerbranche en een schoonmakerbedrijf. Nou, ja, ik maak het zelf schoon. Ja. Mijn partner. Nee, ik ben meer de klusser. Je leert meters maken in onze branche, ja. Ja, hij is bouwvakker van beroep en ik zit natuurlijk in de schoonmaak. Dus als we thuis zijn, dan willen we graag even los zijn van het werk. Dus dan doe ik de klussen en hij de schoonmaak.